Ja, we zouden over het debat tussen Palin en Biden gaan praten met Felix Rottenberg. Dat waren we in ieder geval van plan. Tot een uur geleden het grote nieuws kwam dat Fortis in zijn geheel is opgekocht door de Nederlandse staat. Toen dachten we, ja, daar moeten we het over hebben. Dat is nu het nieuws waar iedereen over wil praten. Felix zegt, althans bij vroege Felix, blijven rustig. Ja. Jij, Felix zei, ik ga naar huis. We zeiden, ben je gek? Blijven rustig bijzitten. Misschien hebben we het ook nog even over Amerika. Maar Willem Middelkoop, jij was op Beursplein 5. En je dacht, ik stap in mijn auto, want ik wil hier wel uitleggen wat er aan de hand is. Eigenlijk had ik zelf verwacht dat Fortis al vorig weekend helemaal zou zijn overgenomen. Het was natuurlijk eigenlijk een hele rare constructie dat Wouter Bos bekend maakt dat hij maar 49% van die bank overneemt. En ja, hij is nu teruggekomen op dat wijze besluit en besluit dus de hele bank te kopen. Kan ik u misschien helpen? Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar een schilderij van een oude meester. U heeft geluk. Er is net een binnengekomen. Wat dacht u hiervan? Is dit echt? Dit is onmiskenbaar Frans Hals. Frans Hals? Is regisseur Frans Wijs en zijn zoon Geza Wijs. Welkom beiden. Frans, ik begin met jou. 50 jaar geleden was je de eerste leerling op de Filmacademie. Dan ben je het proefkonijn. Heb je er iets geleerd? Ik heb al vele malen de anekdote verteld dat we als camera hadden we de huls van een toiletrol. En dan maakte ik een close-up en dan liet ik even over mijn schouder liet ik even kijken of dat wel close genoeg was. Dan zei nou, ietsje ruimer. Dus dat was mijn eerste les. Ik dacht, nou, ik krijg die rol wel. Maar daar stond ik opeens voor een casting director, maar ook mijn eigen vader, die waarbij ik auditie moest doen, gekeurd moest worden door mijn eigen vader. En dat was wel heel moeilijk. Maar je bent afgekeurd. Ja. Hans, over welke actualiteit gaan wij praten? Nou, een beetje gemaskeerd door het financiële nieuws hebben we toch de afgelopen weken de media meltdown van Rita Verdonk kunnen meemaken. En wat bedoel je met meltdown? Nou, een jaar geleden door de media op het schild geheven als de grote nieuwe roerganger en door diezelfde media met dezelfde gretigheid nu politiek ten grave gedragen. En ik denk, waar heb ik dat eerder gezien? En toen schoot mij te binnen de film Being There uit 1980, gebaseerd op een boek van Jerzy Kosinski, Aanwezig heette dat in Nederland. En het gaat over een tuinman, gespeeld door Peter Sellers. Hij heet ook Gardner. Ja. En dat is een beetje man met een laag IQ en komt weinig buiten. Maar hij kijkt wel heel veel televisie. Dus hij kan perfect nadoen hoe je je in een talkshow moet gedragen. En wat lazen we in de krant? De auto met alle spullen. Ik weet niet of het alle spullen zijn, maar in ieder geval veel kostuums, schoenen, weet ik veel wat, gestolen. Ja. Is het terecht? Dat gestolen is? Nee, is het... Is... Ja, is dat terecht? Is het terecht? Nou, dat is een ramp. Dat is een ramp. Maar ja, daar komen we ook wel weer over. Ja. Heeft u het ook als regisseur over de psychologie van de personages? Nee. Kijk, nee, niet zo vies. Niet zo... Ja, kijk, ik heb in mijn korte leven heb ik meer geleerd van buitenlanders dan van Nederlanders. Want hier wordt er altijd enorm over, hier een psychologische stilte en daarover. Hè, en ook altijd vragen actrices van, waarom zegt die vrouw dat? Weet je wat ik dan zeg? Nee. Omdat het er staat. Ja, gratis de wereld draait doortas voor wie nu lid wordt van de VARA. Voor maar €7 per jaar.